Sport in Grauw, wereldwijd, maar toch dichtbij. Rikst, hoe bijzonder weer deze dag vandaag? Ja, heel bijzonder. Wel iets waar ik net naar uitzonden ha. En ja, het is natuurlijk wel altijd even spannend om te zien wat voor reacties er komen. Maar ja, ik denk dat het een heel leuke slaagde middag is. Waarom, Sjongerd? December heeft contact met Egbert van Hessen. Heeft de contact met Warmhouden? Je hebt hier voor een klik maken, volgens mij. Ja, klopt. Nou ja, we koen elkaar al eigenlijk via het Foppenfonds, omdat hij daar de voorzitter is van de Raad van Toezicht. En ja, we hinden het er natuurlijk wel wat oer van, nou ja, misschien toch op ziek naar een oorhinder. Maar ja, op dat moment wist ik nog net wat ik zo doen. Dus nou, daar heb ik even rustig tijd voor genomen en uiteindelijk toch besloten om op ziek te gaan. En ja, we hebben altijd wel contact gehad in de tussentijd. Ja. Nou, de Olympische Spelen, heeft even tijd voor jezelf nam. Ja, klopt. Ja, het was even best wel een pittige tijd. Ja, ik zit altijd als eerste op een soort trein die maar terugkeert en terugkeert. En de kerst eigenlijk net uitstappen. En als die iemand tot stilstand komt, dan, ja, dan komt het ooit wel even binnen. En dan ja, is het best wel pittig om even alles een plakje te gaan. En dan is natuurlijk hier een topsport en op het hoogste niveau presteren. Dus ja, dat wil op zich wel even fijn om tot die inzichten te komen. Maar ja, daarom heb ik even de tijd genomen van wat wil ik? Wil ik wat terug? En wil ik nog een keer dat traject in? Of zit ik geen uitdagingen aan? Maar ik hier jip van binnen toch wel zoiets. Ik ben nog net helemaal clear. Dus uiteindelijk begint het dan toch wel weer te kriebelen. En hij zei iets van nou, we beginnen er weer voor. Het elke topsporter dat net de Rijks Nationale Olympisch spelen, weet je hem kei en kei het verwerkje moeten, dat je echt in dip komt? Nou, het is wel even een moment van inzicht, denk ik. En de een heeft het wat meer in een dip en de oren die heeft het alleen maar, ja, dan komt het een beetje van nou, nog meer motivatie om meteen volle bak terug te gaan. Maar toch dat ik een beetje gedwongen weer om, ja, ik koe net terug, want we zijn nu weer waarom naar de eigenaar. Dus ik moest even echt, ik gedwongen stopje maar de sport, de wedstrijdsport. Want ik hier natuurlijk nog wel mijn eigen hinder, uniek werk, gewoon voor de leuke op riet. En ja, ik wil de laatste per hier eigenlijk een beetje het plezier in het rieden kwijt trekken. Dus voor mij wie dat het belangrijkste om dat weer om te vinden. Ja. Lukt dat in kwartetiet? Want dat is net alleen het hinder die te komen moet. Nee, klopt. Dat is hier nog best een uitdaging om alles, alle plannen en alle zaken te regelen. Dus ja, dat is dan wel even een dingetje geweest, want je opjes van nou ja, het moet al je wel weer gebeuren. Maar ik denk dat we het nou heel goed voor elkaar hebben en het jouwt me nou ook wel weer volle energie om weer te kunnen trainen en een doel te hebben. En ja, Acuna is ik gewoon een hinder geweest, blij van wust, dus dat is ik heel leuk. Want ik je hoort zo'n shirt door straalstik weer, hè? De heeft er weer zin om keihard onder bak te gaan. Heeft die eigen teams samensteld, Rikst? Ja, ik ben eigenlijk, ik mijn protte meesken werk al mijn samenwerken, gewoon mijn terugkomst is maar. En daarnaast binnen wat naar je meesken bijkomen. Bijvoorbeeld Eefje, mijn trainster, die mij gaat begeleiden ja, op de wedstrijden en mij de verzwaging van het hinder in de dagelijkse training. Dus ik zocht daar heel erg naar uit. Wij koeren ook al heel lang. Zo wie mijn hoesfotograaf is, is maar. En nou gaan we het op deze manier invullen. En daar heb ik wel heel veel zin in. Ja. Het traject wat Egbert heel mooi zocht, die is eigenlijk vol zo belangrijk naar die Olympische Spelen. Ja, dat was spotter, was goud hebben. Maar dat traject daar, vies dat zelf ook belangrijk? Het genieten in die combineren? Ja, nou, ik heb voor mezelf wel echt als doel gesteld van nou, geniet ervan, heb plezier. En dat staat op nummer 1. En dan komt de rest vanzelf. Want ik heb dat net altijd die in de oude manier en dat is dan wel zonde. En dat gaat dan ten koste van, ja, ik dien eigen, ja, hoe neem je dat? Gewoon die blijheid. En het begint maar een sport omdat het leuk vindt. En daar gaat het uiteindelijk om. En dan binnen prestaties maar een bijzaak om het even zat tussen. Het is natuurlijk mooi als je goud winnen, maar ja, het traject en het thuis is ja, het allerbelangrijkste. Ja. Dank voor de uitnodiging. Fijn dat we hier erbij aanwezig zijn. En ja, we houden contact. We blijven die volging. Ja, graag gedaan. Dankjewel.